Zo, welkom allemaal weer bij een nieuwe weekvlog. Ja, weer een week voorbij, dus we gaan weer lekker aan het rommelen. Ik denk dat ik er nog twee of drie heb voor de vakantie. En dan is het klaar. Moet ik zeggen, er komen ook nog zometeen even een paar reclamevideo's aan waarschijnlijk. En dat heeft er alles mee te maken. Ik ben door Hemingway Bikes benaderd. En die heb ik eigenlijk een beetje geprobeerd het vel over de neus te trekken. Dus, maar dat heeft dan wel een wederkant, want je hebt misschien wel gezien, hè, Master Milo heeft al een keer een fiets gehad. En Harry de Ferryman heeft ook al een fiets gehad. Maar die fiets vond ik niet genoeg, dus ik heb net zo lang onderhandeld tot ik echt een super vette elektrische mountainbike kon krijgen. Dus als het goed is, is die onderweg. En de wederkant ervan is dat ik 5 video's moet maken waarin die fiets naar voren komt. Dus binnenkort komen er, een beetje verdeeld over een aantal weken, een aantal video's van die fiets. Maar ja, hè, het is best een interessant ding. En voor de Nederlandse markt is die begrensd op 25 km per uur, geloof ik. Ik heb natuurlijk als eerste gevraagd hoe ik dat eraf kan krijgen. En dan loopt die fiets als goed is gewoon 50, 55 km per uur. En dan is het ineens wel leuk om er een video over te maken. Dus dat komt er binnenkort aan. Nu ga ik eventjes een klein beetje in de schuur aan de gang. Want ik heb hier ook weer een doosje liggen. Doe even zo. Ik heb hier een doosje liggen van Pritec. En daarin zit een hele mooie nieuwe toorts. Even het doosje openmaken. Huppatee. Kijk. Hier hebben we de echte machinetoorts. Die wilde ik al heel lang hebben. En moet ik misschien heel even uitleggen. Ik ben met Pritec ben ik een samenwerking aangegaan. Heb ik 2 jaar lang heb ik samengewerkt. En, ik moet even niezen. Dank je. Maar in ieder geval, met Pritec ben ik een samenwerking aangegaan voor 2 jaar. En die termijn was afgelopen. Nou, omdat het natuurlijk een vrij dure machine was, hebben we afgesproken dat we, laten we zeggen, een soort slotbedrag zouden doen als de samenwerking zou eindigen. Pritec heeft ervoor gekozen om meer op het Instagram en Facebook wereldje te gaan focussen. Dus nou ja, die samenwerking hield op in die zin dat er moest iets met die machine. Dus die heb ik afgekocht en daarbij heb ik afgesproken dat ik dan toch heel graag deze machinetoorts wilde hebben. Dus, eigenlijk heel simpel. Ik moet nu deze machine met deze toorts, zoals die hier zit, moet ik hem om gaan bouwen naar de machinetoorts. Maar je kan je even voorstellen, kijk hoe groot het ding is, dat ik niet zeker weet of dat die wel onder de kap past. Ik snap ook niet waarom zo'n ding zo lang moet zijn. Maar dan ga ik eens even zien te achterhalen. Misschien kan ik er wel een stuk afzagen. Dat zou gek zijn. Toorts van bijna 800 euro gelijk de zaag erin. Maar ja. Dus, lang verhaal kort. Ik ga kijken of ik dat ding erin kan krijgen. Ik ga kijken of dat ik het allemaal onder de kap passend kan krijgen. Lukt dat? Dan gaan we zo meteen nog proefsnijden. Lukt dat niet? Ben ik bang dat we een andere keer gaan proefsnijden. Want ik weet niet of ik zin heb om nou heel de zooi om te gaan bouwen. Maar dat is voor later. Ik ga dus even een klein beetje puzzelen, een klein beetje kijken. En dan kom ik zo weer even bij jullie terug.
Zo, alles zit weer netjes op de machine. Ik heb alles even zo goed mogelijk schoongemaakt. Nou, de nieuwe toort zit erop en ik heb heel die kap omhoog gezet. Wat een gevecht. Dat kan je natuurlijk niet in je eentje doen, maar ik denk dat ik straks een beetje moet piepen in de video, want ik heb iets te veel gescholden. Nou ja, maakt niet uit. Wat ik heb gedaan, kijk, ik heb hier dus die toorts netjes in de klem gezet en ik heb hier aan de achterkant van de balk, hè, want nu is die voor mij, nou mag ik erin boren, heb ik gewoon een paar van die elektriciteitsklemmen gezet. En daardoor kan dus hier die kabel mooi naar beneden en dan loopt hij eigenlijk zo hier tussen naar de machine toe. En dan zit het natuurlijk hier voorkant in de plasmasnijder. Kijk, als ik nu dus beweeg met de kop, ik hoop dat het een beetje te zien is, kijk. Kom ik altijd netjes weg met de kabel. Is die ondersteund en is hij vooral dus eigenlijk spanningsvrij. Kan die lekker vrij bewegen. En dat is dus ook als ik nu deze slede beweeg. Kijk, die kabel ligt hier natuurlijk gewoon op de grond. En die kan gewoon zo mooi meebewegen. Dan weet je eigenlijk zeker dat je nooit blijft hangen. Nou, ik had van Pritec had ik nieuwe lage blokken gekregen. Want ja, je ziet het hier misschien ook wel een beetje. Die rail die was lichtjes ingeroest. Dus die heb ik echt helemaal zo goed mogelijk schoongemaakt. En nieuwe lagers erop. Vol in het vet gezet. En je noem maar op. En dat heb ik bij deze slede eigenlijk ook gedaan. Hè? Ook alles weer even lekker opgepoetst. Mooi schoongemaakt. Dus daar wordt het altijd weer een beetje beter van. Nou, dan zit natuurlijk hier bovenop zit die pijp. Die gaat natuurlijk het dak op. Die leg eigenlijk hier over de zolder heen aan de achterkant. Want ik wil hem natuurlijk vanuit mijn huis niet zien. Daar staat die ventilator op. En ik heb hier een geluidgedempte pijp gedaan. Dus, nou ja, de ventilator draait nu. En je hoort nagenoeg niks. Dus dat is lekker, hè. Dus die kan eigenlijk gewoon altijd meedraaien. En dan zuig je toch lekker een beetje lucht af. Ik vind een beetje ventilatie in zo'n kleine ruimte vind ik goed. Ja, want misschien lijkt het op beeld vrij groot, die werkplaats. Maar het is hier maar de lange kant. Deze kant, zeg maar, die is 5 meter. En dat is 5 meter. Daar is natuurlijk een beetje een L-vorm. Dus zo heel verschrikkelijk groot is het hier niet. Dus je moet wel proberen om natuurlijk een beetje die lucht te verversen. Om je eigen niet te gaan staan vergassen. Dus, best lang genoeg geluld. Ik ga eens even een paar proefsnedes maken. Voordat ik ook echt daadwerkelijk een werkstuk ga maken. Ik heb een werkstukje leggen. Want ik ga verderop in deze video een kachel plaatsen bij een klant. Dat is een klusje voor mijn eigen bedrijfje. En die koop ik gewoon de kachel in via de zaak. En dan kan ik hem bij die mensen plaatsen. Dus daarvoor moet ik even een verhoogde sokkel maken. En daar moet ik wat platen voor snijden. Nou ja, omdat ik natuurlijk in eerste instantie nog niet helemaal vertrouwen heb in die nieuwe kop, ga ik natuurlijk eerst even gewoon een stukje afvalplaat, even wat vormpjes snijden. En even kijken hoe dat gaat. Want ik heb hier in deze bak allerhande verschillende snijtips. Ja, dus je hebt zeg maar voor het grove werk, voor het fijne werk en voor het extra fijne werk. En dit is die precision cut. En daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Dus ik ga die slijtdelen er even inzetten. Gaan we 45 ampère, 2 mm snijden. En dan ben ik heel benieuwd hoe goed die kwaliteit is. Zo, ik heb eventjes de machine ingesteld. Ik hoop dat het een beetje kan zien. Even een stukje 2 mm erop. De toorts uitgelijnd. En ik heb de machine op 45 ampère gezet. Want dit zijn inderdaad 45 ampère snijtips. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Of dat dit een beetje doet. Het schijnt dat die toortshoogtecontrole nog wel een dingetje wil zijn. Dus daar gaat hij. Dat is jammer, hè? Iets te dicht langs de kant. En ik vind dat die, als die pierst, dan blijft die op het materiaal staan. Ik denk dat ik mijn vingers niet brand. Maar verder snijdt hij wel echt
keurig netjes. Kijk, hier zakt hij door zijn plaatje heen. Hier snijdt hij wel weer schuin. Even kijken waar dat mis kan gaan. Zo, ik heb er even een nieuwe met andere settings ingeladen. Dus hij staat weer klaar. Dus ik zou zeggen, even kijken, alles staat aan. Ampère is er goed. Gas op die lolly. Zo, nou, ik ben vanmiddag natuurlijk even een tijdje aan het proberen geweest en een aantal proefsneden gemaakt. Het is ondertussen avond. Ik had even tussendoor de verjaardag van mijn dochter. Dus gefeliciteerd Mila met je 8e verjaardag. Leuk. Maar in ieder geval, ik hoop dat ik het een beetje goed in beeld krijg. Kijk, ik heb dit plaatje net gesneden. Of eigenlijk vanmiddag. En ja, nu ben ik wel echt tevreden met die kwaliteit. Dus je ziet ook echt mooi dat hij de contouren veel beter volgt. Dus ja, dit is echt super. Dus, dat komt er dus eigenlijk op neer dat ik nu de onderdelen kan gaan snijden voor die haard die ik maandag moet gaan lassen. Dus ik loop even naar de bus, dan ga ik even de sokkel opmeten. Jullie zullen nu misschien denken van, joh, wat is het allemaal? Maar dat wordt zometeen allemaal duidelijk. Dus ja, wat ik in ieder geval moet snijden is een soort sokkel. Dus dat zijn drie lange platen en een plat rozet voor tegen het plafond aan. Waar de pijp straks doorheen komt. Dus dan kan ik allemaal mooi even voorbereiden. En als dat voor elkaar is, dan ja, stop ik even met filmen hier. En dan gaan we naar maandag gaan we naar de klant hier op het dorp. En dan gaan we die kachel even plaatsen. En dan zullen jullie misschien iets meer gaan begrijpen wat ik eigenlijk allemaal op maken ben. Daar komt het op neer. En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik eigenlijk helemaal niet meer gefilmd heb. A, was de camera vergeten. En B, het is toch altijd een beetje lastig om bij mensen thuis te gaan filmen. Zo lekker die zon in mijn bakkers. Dus ja, ik heb eigenlijk alleen even een eindshot van die haard. En nou ja, daar moeten we het aan mee doen. En dan gaan we gauw verder met het volgende, want de storm kwam eraan. De storm. Nou, ik ben net lekker aan het werk in Amsterdam helemaal. En toen word ik gebeld door die man waar de boot ligt. Het is vandaag de dag van die storm. Dat het anker omgegaan is. Dus ik ben met een bloedgang naar huis gekomen. Dan moet ik even hier op zolder. Nou, even kijken. Ik had hier nog een lijn leggen. Een hele lange. Die ga ik even meenemen. En dan gaan we gaan met de boot. Nou, kom maar met de boot. Heb maar een stukje naar de kant getrokken, zie ik. Ik ga gauw verder. En kijk, het hele anker is eruit. Ligt daar voor nou. Heel de lijn naar binnen. Even kijken dat ik het op ga lossen. Zo, het is ondertussen middag. Ik ben klaar met werken. Ik heb nog even deze steun in elkaar gelast. Die ga ik over het anker heen proberen te trappen. Dus straks loopt hier zeg maar de ketting van het anker. En ik ga proberen deze poten helemaal op de grond in te trappen om op die manier ja, toch meer stevigheid te creëren. Je ziet al, ik heb een paar oude schoentjes aan de zwembroek. De zon is weer een beetje gaan schijnen. Dus ik ga richting het water en ik hoop dat het goed komt. Ik
hoop dat het niet nog te hard waait, want het is best wel een beetje onstuimig bij het water, maar we gaan het zien. Nou, we zijn dus inderdaad weer bij de boot. Nou, gelukkig, hij ligt nog goed, net tussen de lijnen. Ik zie niet echt dat hij wat geraakt heeft, dus het is aardig laag water geworden. Ik kan daar het strandje zien. Dus ik ga daar eventjes de camera op een dingetje vastzetten en dan moet het water in. Want kijk, hier zo ligt dus mijn boei. Die heeft natuurlijk ooit daar gelegen, zeg maar zo, hier zo. Laten we zeggen rechtdoor op de lijn. Dus dan ga ik hem toch weer proberen heen te trekken. Dus ja, dat betekent trapje af en het water in. Zo, nou, maar zoals jullie gezien hebben, ligt hij weer, maar ik heb er geen vertrouwen in. Ik krijg dat anker niet lekker erin, er ligt daar zoveel bagger, dat het, ja, het gaat niet. Dus, nou ja, ik heb eigenlijk een beetje ondaan van bagger, ik ben even een beetje schone kleren aangetrokken. Dus ik ga bij de ijzershop gewoon met een bloedgang, ga ik staal bestellen en ik ga zelf gewoon een heel groot anker in elkaar lassen, want ik vind dit, vind ik niet fijn. En een langere ketting eraan, dus, maar ja, goed, dat... krijg je in deze video niet meer voor elkaar. Dus ik ga jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat in de comments even weten wat je ervan vindt. Heb je ergens iets op of aan te merken? Ik heb namelijk altijd een mening over het werk van een ander. Dus misschien heb jij dat wat van mij ook wel. Maar nou ja, best. Allemaal bedankt voor het kijken. En tot volgende week. En binnenkort iets leuks. Woe! Later!